Heel veel kansen. Het is natuurlijk een ontwikkeling die eigenlijk exponentieel gaat. Ook de kosten dalen exponentieel. En volgens mij de steun ook voor elektrisch rijden, dat stijgt. Sowieso natuurlijk voor schoner rijden. Mensen zien gewoon dat er alternatieven zijn. En ik denk dat we toch wel een kritische grens overheen zijn. Dus ik denk dat er in de volgende kabinetsperiode veel zal gebeuren over schoon rijden en duurzaam rijden, ja. Ja, wat de PvdA betreft wel. We moeten natuurlijk eerst eventjes in de regering komen. Maar als er genoeg voldoende progressief en links en schoon en groen wordt gestemd, gaat dat ook zeker gebeuren. En ik denk dat iedereen daar baat bij heeft. Ja, kijk, sowieso moeten we dat hele belastingstelsel moeten we eens een keertje gewoon flink de bezem doorheen. We stimuleren allerlei de verkeerde dingen. Arbeid is hartstikke duur. Schone energie is duur. Er zitten allemaal rare dingen in. En wat mij betreft, wat de PvdA betreft, nemen we natuurlijk dit soort zaken ook mee. Al dat soort rare dingen kunnen er allemaal uitgesloopt worden. Dan moet je dus op een andere manier kijken wie de gebruiker is, wie de belasting betaalt. We hebben natuurlijk nu een belastingssysteem wat al 15, 16, 17 jaar oud is, wat helemaal de verkeerde prikkels heeft. Dus dit hoort daar zeker bij. En we willen natuurlijk gewoon dat mensen schoon rijden, minder energie gebruiken. Dat willen we stimuleren. Dus dat zal je ook moeten vertalen in een nieuw belastingplan. Het helpt al heel erg als de meeste Nederlanders het nut ervan inzien. En ook merken dat elektrisch rijden schoner is. Op een gegeven moment ook goedkoper is. Hetzelfde geldt voor andere schone technologieën. Ik noem bijvoorbeeld groen gas. En je hebt altijd een koploper nodig. Ik vind het gewoon heel gaaf dat hier in de Lombok in Utrecht, dat er zo'n koploper zijn. Ook in Amsterdam heb je een aantal plekken. En meestal, en dat zie je gewoon bij alle innovaties, als je daar als overheid maar genoeg de juiste duwtjes aan geeft, fiscaal ook vooral, dan volgt de rest vanzelf. En ik vind ook gewoon echt dat een volgend kabinet dat moet doen. En een volgend kabinet is wat mij betreft groen, duurzaam en links. En PvdA. Ik hoop zo snel mogelijk. Echt zo snel mogelijk. Dus wat dat betreft, de motie van de PvdA om op een gegeven moment ook gewoon geen vieze auto's meer te verkopen, dat zal ook zeker helpen. En je ziet ook gewoon dat de ontwikkelingen dusdanig zijn dat ook mensen met een kleine portemonnee ook sneller een elektrische auto kunnen rijden of een andere schone auto. Dus ik hoop zo snel mogelijk, maar dan moet eerst mijn huidige auto kapot gaan, maar dat zal niet zo lang duren.